In de vorige aflevering van Project 95. Kijk eens even. Dezelfde kleur geworden als de velgen die eronder komen. Ja. Mooi geworden, ja, al zeg ik het zelf. Echt. Dat heb jij goed gedaan, Geert. Zouden wij volgende week bij jullie op les kunnen? Een soort snuffelstage. Ja. Welkom bij aflevering 11 van Project 95, waarin we onze Abarth 595 Pista omtoveren tot dé droomauto van elke cleanrider. Je hebt alles mee. We zijn weer bij Oudshoorn en Ruigt en we gaan vandaag op stage. Spannend. Stage? Leuk. Ja. Ja, nou, ik heb een bumpertje alvast meegenomen. Even uit elkaar getrokken. Dus, ben je goed in? Ja, zo op mijn gemak hier. Dat goed. Dus deze gaat weer mee terug naar de zaak, want die gaan we even schoonmaken. Waarom hebben we hem dan meegenomen? Ja, ik doe een halve bumper aankomen. Amai, lekker. Kijk eens even hoe hij erbij staat, man. Ja, hij wordt er... Ik bedoel niet Theo, hè, jongens. Ik bedoel de Abarth. Ja, hij is wel een beetje triestig aan het worden nu. Zo. Nou ja, de bedoeling was dat hij steeds mooier zou worden. Maar tot nu toe... Nog niet helemaal gelukt. Is het nog niet gelukt, maar... Kom vast goed, denk. Dat gaat helemaal goed komen. Hier in ieder geval het achterscherm gaan we denk ik vandaag aan beginnen om daar de oneffenheden uit te halen. Ja, gaan we... en wie gaat dat doen? Jullie kwamen op stage. Als we het al gaan beginnen, gaan we eerst even gepaste werkkleding erbij aan trekken. Ja. Ik zeg wel ja, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Die kan natuurlijk niet. Hoezo niet? Oh ja. Wat is dit mis? Ja, we krijgen bedrijfskleding. Ja, ik zie het, ja. Oh, gepast bedrijfskleding. XXL voor hem. Ja, nee, een emmertje van mij. Alsjeblieft, voor jou. Hier zie ik natuurlijk zometeen als een kroket in, maar dat geeft niet. Moet je niet lachen, dan moet je zeggen, val van mee. Oh ja. Nou, zullen we dit even buiten beeld doen? Ja, mij maakt niet uit. Nee, ik doe dit gewoon over mijn shirt heen. Oh, over je shirt heen? Ja. Nee, weet je wat ik doe? Ik zo. Ja, weet je twee? Hoppa. Daar zijn we weer. Zo. Werkkleding aan. Kan het echte werk gaan gebeuren. Wat vind je ervan, Theo? Chique toch? Ja, staat het goed? Let's go. Nou, we hebben een en ander gedemonteerd. Bumper is eraf, sideskirt is eraf. En wat is dit voor rotzooi? We kwamen nog wel wat secondenlijm tegen na het demonteren. Ook dat hebben ze denk ik op dezelfde manier. Ze dachten van, we hebben toch nog wat secondenlijm over. Dan doen we daar ook wel even op het randje. Neem maar gewoon mee. Maar goed, dan mogen we er nu gaan afschuren. Dan gaan we er nu van afschuren. We hebben hier de schuurmachine. Ja. Stofvastzuiger zit erin. Kunnen we daar aan zetten. Ja. En dan dat is eigenlijk gewoon een schuurplank. Goed vlak houden. En schuren. Dat kennen we, inderdaad. Knopje indrukken en aan. Knopje indrukken. Ja. Stofmasker op. Ja, ik zou zeggen, ga je gang. Je durft niet, hè? Nee, ik durf niet. Ja, jij mag zo. Jij durft ook niet. Want jij bent helemaal pietje. Ja, maar het is niet mijn auto. Oh, jongens! Oh! Jongens, kijk nou! Hé, ik zie jouw stukje... Ja! Een seconde lijn! Wow! Jezus! Oh! Kijk eens! Oh, joh! Nee, joh! Kijk eens even! Nou, we zijn wel snel al... Oh, hallo? Hij begint nu te zuigen. Kijk dan! Oké. Gaat het nog goed, Theo? Gaat vooralsnog redelijk goed. Ik denk wel dat we wat zeer hier tegen gaan komen. Wat zeer? Ik zou zeggen, schuur even door en kijken tot we verder door hebben. Hoeveel we opgestapeld hebben. Maar de deur ligt iets naar binnen, dus dat is goed. Daar kunnen we sowieso nog een millimeter van afschuren, want ik denk dat ze dat allemaal opgevuld hebben. Nadoor eigenlijk gelijk te lopen en je ziet hier dat hij wat voller loopt. Gezien de stand die we hadden, hebben ze daar denk ik te veel op gesmeerd. Dus, te veel? Ja, goed vlak houden. En hoe mag ik de hollingen en de bollingen doen? Ik zou hem hier deze kant zo op schuren. Dus gewoon met de vorm mee? Ja.
ronde gedeeltes pakken wij nog even, maar gaat niet meer. Ja, zoveel vertrouwen heb je ook niet in me. Dat snap stapje ik ook wel. Stapje per stapje. Ja. Oh, Freek? Ik zit gewoon even lekker te kijken. Ja? Ik denk dat we body genoeg hebben. We waren net met Core 120 aan de gang. Ik denk dat we een stapje grover nog kunnen pakken. De snelheid een klein beetje op te voeren. Of duurt het te lang? Een stukje grover om de snelheid op te voeren. Paleis ervoor gevorderd, hè? Core 80. Je zit me nou een beetje helemaal in te nemen, hè? Of niet? Maar dit 80? Is toch geen hout? Oké. 80. Druk je er niet doorheen? Het is Italiaans, hè? Druk je er niet doorheen? Maar mag ik het metaal blank zien? Ik denk dat we terug naar de baas moeten gaan, dus zoek het staal maar op. Zoek het staal maar op. Ja hoor. Hier... Kijk eens, krijgen we een kleurtje. Ja, kijk, hier komt ie. Wat we hier eigenlijk zien, is dat ze over de oude laklaag heen op de muur zijn geweest. Ja. En, ja, als je echt een goed resultaat wil hebben, zorgt dat je de minste kans op inzakking hebt. Dan moet je dit niet doen. Adviseren wij eigenlijk altijd om inderdaad vanaf de basis gaan op te gaan bouwen. De basis is het kale staal. Ja. Dus en niet daaroverheen te smeren. Dus ik denk dat het verstandig is geweest dat we vandaag door aan het schuren zijn gegaan. Dan pakken we ook die oude laklagen, pakken we weg. Het is een aardig plakje plamuur. Ze zijn flink aan het smeren geweest. Nou! Die randen kun je even terug naar beet pakken. Halen even de deur open. Ja. Dan kun je ze wat doorhalen. Jongen, wil jij nog, Johan? Ik ga zo ook. Gaan we zo even wisselen? Heb je ook een bijtel, of niet? Dan kunnen we denk ik eventjes plamuur gaan bijtelen. Ja, kijk, ja, hier komt hij nou. Ja, daar wel. Hier begint de staal te komen. Twijfel of dit staal of dat daar ook nog kleur onder zit. Ik lijkt hem wel. Zullen we dit eens eventjes nog gaan onderzoeken dan? Ik zou hem nog een keertje terug opzetten. Nou lijkt het niet zo hard meer te gaan. Of is die... Er zit nog genoeg korrel op hoor. Oh, ja. We gaan even wisselen, Johan. Ja? Ja, ik ga jou even laten zweten. Ik begin nu al te hoesten. Zo de mythes. Hier, stofkappie. Waar is Nee, die moet niet in de buiten. Ah, professor. Nou, gelukkig... Ja, jongens, dit is... Hadden we die binnenkant nog niet schoongemaakt? Nee, die is wel redelijk stoffig, ja. Maar dit is de... Doen we het een merk? Goeiedag, hé. Hey. Even zo. Ik kom elke keer even te komen kijken. Ja, maar even serieus dit. Oh, man. Ik ben niet snel bang om aan lak te werken, maar... Dit is toch wel... even serieus. Maar hier zit... Man, hier zit een complete cake aan plamuur op. Ja.
Hier gaan we niet meer over Mucron praten, maar... Nee. Nee, inderdaad. Was al de baag mee moeten nemen. Wat ben je nou weer aan het doen? Ah, jongen. Maar mooi andersom, hè? Huh? Nee, eerst dat andere elastiekie. Ja, deze. Altijd de moeilijke weg, hè? Ja. Nou, daar gaat hij hoor. Lepie, lepie. Ja. Je mag nu niet aaien. Bam. Last eruit. Daar gaat hij. Een applausje, Johan. Gaat hij hoor. Lijkt zo dat er niks gebeurt, man. Ik kon geen end van. Ja, we hebben toch ook 3 mm aan plamuur gemeten. Weet je wat dat is? Dat is zo'n stuk. Maar nou voel je, kijk, als je nu met je hand eroverheen gaat, je voelt gewoon. Hier, om dit netjes strak te maken, zit daar wel een paar jaar ervaring in. Ja, maar je voelt echt, maar dat is wel knap om dat helemaal. Hoe je voelen, wat dit dan dat verschil nog maakt. Hier voel ik hem nu. Ja, dit is gewoon echt heel dik. Het houdt eigenlijk in dat ze hier gewoon niks of nagenoeg niks hebben uitgedeukt. Ja. Ze zijn gewoon puur aan het smeren. Hier waarschijnlijk klap gehad, binnen frame of wat bulten wat naar buiten is. En ja, dan ga je normaal de rest van het scherm daar naartoe uitdeuken voordat al die überhaupt gaan smeren. Ja. Ja, hun zijn gewoon meteen over de laklaag heen gaan smeren met plamuur. Het duidt erop dat ze niks of nauwelijks uitgedrukt hebben. Het moet zo snel en goedkoop mogelijk waarschijnlijk. Dat is bij deze reparatie waarschijnlijk de insteek geweest. Zeker. Ja. Ja. Theo, hoe hebben we het gedaan? Ja, jullie zijn flink aan het schuren geweest. Had ook wat het schuurwerk nodig. Ja. Ja. Ja, dit is eigenlijk een verstand om nul aan kaal maken. Want ja, er zit zoveel materiaal op. En willen we hier wat netjes van maken, dan... Ja, we moeten hem ook eerst uitgedeuken. Maar zijn we geslaagd? Ik denk dat jullie nog een paar jaartjes oefenervaring nodig hebben om dit... Ja, het is toch wel even anders dan... Dit is anders dan paleis. Het eigen van zijn auto. Oh, even zo. Huh? Ja, dit is wel gewoon... ja, eerlijk, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik voel me opeens gewoon een beginner. En ben ik natuurlijk ook. Maar ja, dan heb je meer dan 15 jaar ervaring in het poetsen van auto's en ook in het fijnschuren van auto's. Maar dat is totaal anders dan dit. Ja, je bent ook deels aan het modelleren en daar gaat dan een stukje feeling en ervaring in zitten. Ja. Dat heb je niet binnen een paar weken. Nee. Nou, die feeling hebben we niet. Tenminste, want ik had zoiets van, dat is wel hebben we niet en de ervaring van. Hebben we ook niet. Ja. Ja, laten we gewoon op z'n tijd gewoon eens even binnenstappen en gewoon eens even kijken hoe het vordert. Lijkt me leuk. Ja. Nemen wij vanaf hier over en dan... Ja, top. Wellicht de volgende stap, het gronden, het spuiten. Ik vond het een enerverende ervaring. Ik vond het wel een beetje spannend. Ja. Dus zullen we het lekker voor gezien houden voor vandaag? Nou, ik denk dat de mannen daar iets meer verstand van hebben. Het lijkt me wel nice. Ja, ik denk dat we voor de rest met onze tengels er vanaf moeten blijven. En als die straks weer super mooi is, dat we dan weer ermee verder gaan. Goed idee. Ja, dat is beter. Ja. Dus wil je niks missen van ons project, abonneer je dan op ons kanaal. En volg je ons van begin tot eind, dan word ook jij een echte vliegrijder. Later. Dat zit erop, hè. We hebben hem er even schuin opgezet. Nou, hier kan je gewoon zien of een... Nou, zie je zo van, ja. Ik denk gewoon over... Ja, dit is gewoon 3 mm. Ja, dat ga je niet eens redden. Want ik denk een halve centimeter dat er bijna opgesmeerd zit. Halve centimeter. Zie je, dan ga ik weer met mijn stem. Oh.